Oké, nou, tenminste, dit spel is nu 12 jaar of 11 jaar oud. Dus ja, 2002. Dus, dit is gewoon onze jeugd, zeg maar, van Daniel en Rikje. Dus haters zullen haten, maar wij zullen blijven praten. Commentaar geven. Als je niet snapt waarom wij dit spelen, nou, dan boeit dat mij ook helemaal geen kloot. Want dan boeit me pech, niet. Pech, YOLO. Ik snap niet waarom je dit dan kijkt, als je niet snapt. Dus, ja, als je dit ook nog steeds kijkt, ja. De poep. Wat is er mis met je leven als je dat nog doet? Hoe laat is het eigenlijk op dit moment? Kijk eens even. Kwart over poep, Daniel. Ja, even serieus, hoe laat is het? Waarom zou ik dat... Oh, jij moet je hondje uitlaten 10 uur. Kun je dat niet gewoon een paar minuten later doen dan? Kan ik wel een paar minuten later doen, maar ik wil gewoon weten hoe laat het nu is. Okay, mag dat niet meer, Rick? Ja, wacht even. Ik ga even een drankje brouwen. Ik heb even voor je kijken hoe laat het is. Ik ga even weglopen. Dan ga ik weer een verhaaltje vertellen. Er was ooit eens een keer een klok. En die klok zei zo'n... Hallo allemaal, ik ben een klok. Ha, ik ben een leuke klok. Oké, okay, ik ben de beker van mijn microfoon kwijt. Oh ja, moet je even zoeken, hè. Dus die klok zei ze van, ik ben een klok, En toen? Zei de klok, hallo meneer de uil, die onderbroek is vuil. Haha, die ken ik. Ik ben nu bij Arigogog. Arigig? Ben je al bij het verboden bos, Daniel? Oké, ga ik nu in. Nu al, hè? Hey, nu al. Oh, Daniel, niet even uitlopen, bro. Nee, joh, ik ga eigenlijk wel even snel naar de wc, dus dan heb je iets meer voorsprong. Ik coach okay, je, dank je, boy. Dat is de enige reden dat ik nu ook zo aan het verliezen ben, dat is gewoon omdat ik het je gun, hoor. Ja, dat je zo zei van, oh kut jongen, laat me nou gewoon één keertje binnen. Ik... Ja, en toen speelde je gelijk spel om gewoon eventjes scumbag Daniel. Ja, en toen zei je van, Daniel, laat me nou gewoon één keertje binnen. We hadden afgesproken dat ik op 10 seconden ging winnen voor de show, dat het niet nep leek. En toen had je per ongeluk, had je toch even 1 seconde eerder gewonnen. Ja, precies. Dus, toen zei ik zo van, Oh nee, jij spuit zaad op me. Dat zei ik inderdaad. En toen... hij zei, oh nee, hij spuit zaad op me. Toen zei ik zo van, oh ja jongens, geen toch geen probleem. Ik betaal je wat 20 euro daarvoor. Toen zei ik zo van, oh, maar ben je just a beeper. Maar toen zei ik, en hoeveel wil je dan om Harry Potter 4 te spelen? En dat wist hij niet. Dan moest hij nog even over nadenken. Nooit. Never, nooit. Als we het gaan racen. Als we het al gaan doen. Dan zou ik zeggen, dan doen we alleen... dat met die draak. Wat valt er dan nog te racen als je alleen dat doet? Een kutpoison hier, weet ik veel. Je wilt zeg maar die drie dingen apart racen, zeg maar. Eén race van wie het eerst Voldemort kan verslaan. Ja. Waarom race je die game niet gewoon? Het is een goede game. Fuck dat spel, dat is een kutspel. Het is een bagger slecht spel, wat is het? Oh, we doen een Hemeline, oh nee. Ze zit echt op de zieke zaal, ik geef geen neuk. Ben je daar al, Ryan? Ja. Normaal. Maar dan ga ik nu naar de geheime kamer. Hey! Je zit gewoon in hypermode, dat is het gewoon. Je zit gewoon fucking in hypermode te spelen. Je moet naar de wc van, jammer dan niet. Hier, ik zit gewoon in hypermode te spelen, ik weet het wel. Hij zit gewoon een YouTube video te bekijken. En dan zit hij daarover gewoon te praten. Ben ik dat aan het filmen, zeg maar? Precies. Slim. Ik weet het wel, Rick. Dat is best wel slim. Ik zie mezelf er wel voor aan om wat een keer te doen bij de laatste race, maar... Dat is volgens mij de world record voor Hypothe de 2 uur van 50 minuten of zo. Dat kan helemaal niet. Iets in die kant van een uur weet ik veel hoe lang dat precies is. Maar als ik gewoon dat had gedaan, dan zat ik gewoon te praten. Dan download ik dat gewoon. What the fuck, Harry zegt, ik moet de geheime kamer binnen gaan. Ik hoop dat ik genoeg wisseldrankjes heb. Ik heb trouwens wel heel low health, Harry. Zijn dit zeggen? Nou, ik hoop dat ik genoeg wisseldrankjes heb. Ik heb al weinig health, maar we gaan er gewoon lekker in. Het is jammer, als je weinig HP hebt om dan met die slang te vechten, dan is die moeilijk. Als je veel HP hebt, is die niet zo moeilijk, vind ik zo. Menstruatie, pijn. Dat hebben wij niet. Gelukkig maar. Ah! Holy shit, man. Wow, ik ben dood. Serieus, wat was er gebeurd? Ik viel, maar ik zat vast in de muur, echt een paar centimeter boven de grond. En ik nam 0 damage, dus ik dacht, oké, chill. En toen sprong ik daar vanaf en toen nam ik in één keer 1,5 balkje. Nee, oh, 1,5 balkje, what the fuck man. Ik dat ging gepaard met mijn strijdkreet die je zojuist hoorde. Ik dacht dat je weinig HP had. Zeg je nu dat je 1,5 balkje... Ik had een potion genomen net. Die fiets. Zeg, oh, nee. Ken jij de potion man, de potion man, de potion man. Nee, ken ik niet. Oké, okay, cool, doei. Ik ben nu bij Arrego. Oh, je bent nu bij, ik ben nu bij de slang, oké, okay, doei. Oké, geen probleem joh, boeiend. YOLO, swag! Money bitches. Nee. Hermeline heeft een kutje. Want ze is een meisje en ze heeft ook borsten. En Harry Potter 4 heeft een redelijke jetsus. Of juist niet. Eén van de twee. Is mij niet, toch? Hermeline's borsten groeien ook totaal niet. Daar moet je toch rekening mee houden als game developer.
Waarom zouden ze wel groeien? Waarom hebben ze in de Harry Potter boeken nog nooit het gehad over tampon gebruikt, Daniel? Het staat nergens op. Oh shit. Ik heb nu ook maar 1 HP, dus ik word gewonnen, dadelijk. Dat is best wel minder. Waar een gokje. Als je daar in een despan komt, ga ik zo hard lachen, hè? Het zou best wel jammer zijn. Ik verlies al en dan gebeurt dat ook nog. Het zou minder zijn. Schrikkelijk mega uber terechtheid zou het zijn. Wat je bek. Wat is het mis met jou? Maar gaan we jou nog laten finishen? Dan doe ik gewoon nog een nieuw game, weet je. Dan kijk ik wel hoe ver ik kom. Shit, haal ik je nog een keertje in. Oh nee, ik heb spel in mijn gezicht gekregen. Ik vind dat als ik je nog een keer in kan halen in een nieuw game, dat ik 2 punten verdien. Ja, als je dat lukt, zeker. Ik heb zo mijn twijfels hier en daar. Klein beetje, maar... Dit gaat niet echt geweldig, Rick. Ik moet even niet? Toegeven. Waarom niet, Daniel? Ik weet het niet. Waarschijnlijk omdat ik fucking moe ben. Denk je dat je nog kans hebt om te winnen? Ik vind van wel. Ik vind dat je het verdient. Echt niet meer, man. Echt. Als ik nu nog win, dan mag je je echt zelfmoord plegen, Rick. Dat gun ik je dan. Bedankt. Als ik nu nog win, dan nee. Dat vind ik... dat zou ik raar vinden. Ja? Ja. Ja, ben ik wel super gaai. Ik heb vandaag een super, super moeilijke dag. Niet normaal, man. Waarom had je... Nee! Waarom had je een moeilijke dag, schat? Ja, ik werd zo wakker. Oh, je bek. Wat had je? Zo, ik werd wakker en dan zei ik zo, oh, je bek. Tegen jezelf. Ja. Oh shit, dat ligt sperma op die grond. Daar heb ik ook een tijd. Je bent zo ver voor, hè. Dat is echt ziekelijk. Dat is gewoon niet normaal, Rick. Daniel, ben jij dan zo iemand die gewoon aan zijn dekens afwerkt op iemand? Of aan je onderbroek? Of in een sok? Nee, joh. Vind je dat mijn honden af, natuurlijk. Tuurlijk, daar zijn honden voor. Mans beste vriend, niet voor niets. Oh, ik vraag me af of mensen dat echt doen. Als ze dat doen, dan hebben ze echt een probleem. Hij is best wel handig namelijk. Een hond is daar wel geschikt voor, denk ik. Dan heb je toch echt een probleem, of niet? Daniel, ga nou niet zeggen dat ik een probleem heb, man. Ik weet wat ik doe. Je hebt geen probleem, Rick. Oh, ik heb Aragog dood. Dat is toch... Ik ben een keer dood gegaan bij Aragog. Dat gaan we best wel voorheen. Ben je net 1 keer dood gegaan? 1 keer. Sukkel noob. Ik ben nu bijna bij een slangetje. Nu al? Serieus? Ja. Echt wauw, dat is echt ziek. Ik ben nu pas richting... Derde verdieping. Ben ik er nu? Ik heb geen idee of ik er nu ben. Volgens mij is het de derde verdieping. Oh, dat is... Ja, oké. Okay. Moet nog een heel klein stukje. Oh, je moet nog een stukje dat je moet rennen. Vanaf hier ergens was ik gisteren natuurlijk gestopt met opnemen, dus ja. Vanaf dit stuk heb ik geen idee wat ik aan het doen ben, Daniel. Kom maar terug. Je zei dat je tot de helft had gespeeld. Ja, ik vind voor mij zit de helft. Ietsje meer? Is dat meer? Nee. Serieus? Klein beetje maar, joh. Is dit verder dan de helft? Klein beetje maar, joh. Wat zeg je nu? Wat zeg ik nu? Ja, wist ik wel hoe ver je was gekomen. Ik kom altijd heel ver, van 12 centimeter. Ja. 12 centimeter, dat is niet echt ver. Nee, oké. Okay, wow, het gaat... What? Ik zit in Harry's hoofd. Maar je bent Harry, hoe kan je nou in Harry's hoofd zitten als je al Harry bent? Reception. Du-du-du. Ik ben nu pas in de geheime kamer. Dit gaat niet echt geweldig goed. Daniel, bij jou gaat het altijd geweldig goed, man. Daar heb je gelijk in. Geef de hoop niet op, bro. Ik geef de hoop niet op. Ik zeg alleen dat het niet echt geweldig is. Geef de hoop niet hoop. Oeh, ik ga naar beneden. Woosh. Wee. Oh, daar val je door dat ding heen. Haha, mijn massa breekt jou. Kom nu met een renstukje, dan heb ik dus even niet geoefend, hè. Oh, shit. Waar moet ik heen? Ik heb opeens het nummer in mijn hoofd van ene nummer. Ken je dat ene nummer van... Pijpen beffen, lekker naaien. Ja, dat kan. Leuke dekken, dikke tieten. Ja, dat nummer zit dus in mijn hoofd. Het gaat zingen. Kut bedoeld. Dat is jammer. Klaar komen de sperma strekken. Doe het weer verkeerd. Hele de penis van de swingeren. Met je lange piemel swingeren. Allemaal wit spul op mijn gezicht nu. Echt met mijn gezicht heb ik het allemaal opgepakt. Oh, nu is dat stukje met die dingen die dit naar beneden vallen. Dat is minder, daar ben ik niet zo goed in. Niet in dit spel nu gewoon. Wel in de geheime kamer? Zeg toch net? Oh, je bedoelt die dingen die heel snel gaan op een gegeven moment? Mm-hmm. Dan ben je niet eens zo heel ver bij me vandaan. Ja, meen je? Nee, grapje. Wist ik. Lieger. Liga. Oh, in één keer. Oh, ik ben vergeten die touwen door te snijden, gay. Wat, in één keer gehaald, oh my god, zieke shit. Ik heb die ook in één keer gehaald door Daniel. Respecteer mijn skill as. Ik respecteer je helemaal niet. Oh. Jawel hoor, daarom laat ik je winnen. Dat is de enige reden dat je wint nu. Dat ik je laat winnen, Rick. Is het omdat ik jong ben?
Ja. Je hebt nu je hele leven nog voor je, dus ik denk van, je mag ook eens een keer een winst hebben. Eén keer. En terecht. En de volgende ga ik ook binnen hoor. Dat zullen we nog wel eens zien, Rick. Dat gaan we zeker zien, Daniel. Wanneer we die gaan racen, zullen wij dat zien? Hey. Ja, waarschijnlijk over een paar dagen al. Nee, want... Mag ik dat renstukje doen? Dat vind ik wel gezellig. Dat renstukje? Wat renstukje? Die steen achter je aanrennen. Dit is net de Troll 2.0. Precies. Ik vind jammer dat het een dadelijk deel niet is. Ik heb echt een kikker nodig, hè. Niet normaal. Ik heb echt 5 van die potions gemaakt door het hele spel in. Had ik ook moeten doen. Heb ik niet gedaan. Ach ja, point. Are you back, Rick? Oké. Maken we dan een Lumos? Oh, die Dixies die gaan mij verneuken dadelijk. Ja, dat heb ik dus ook... Oh, daar ben je al, jong! Ja, dan moet ik eventjes doodmaken hier. Want dat, hey, Daniel! Dus schrok je waar ik ben. De geheime kamer? Nope. Bijna. En de slangenkamer. Met die kamer dat je met die beuk deed, moet je de deur openbeuken. En dan ben ik bij de geheime kamer. Damn, Dick. Ja, Dick. Dick advocaat. Damn, Dick advocaat. Daniel, ben ik nu bij dat ding waar die slang uitkomt. Die piemel. Nu al? Ja. Damn, son. Oké, dan gaan we hier nu naar... Oh, wat doe jij? Wat? Ja, ik spring. Oh, nee, dat meen je niet. Wat? Dat meen je niet. Dat ding rent achter me aan. Springt op mij. En ga ik door. Oh. Nu heb ik helemaal geen kans. Ik heb sowieso geen kans om te winnen, maar goed. Ik ben al bijna bij het slangetje, joh. Je hebt maar geen kans meer, joh. Sowieso heb ik geen kans meer. Ik ben kansloos nu, Rick. Hashtag kansloos? Nee, Rick. Nee. Oké. Okay. Kut Dixies, echt waar. Hop! Auw! Hop! Auw! Kut Dixies, echt. Die Dixies die verneuk je echt hard hier. Ik ben bij de slangen, meneer. Ik ga gewoon doorspelen op het spel. Kijk hoeveel kaarten ik kan halen voordat jij finisht. Lekker hoor. Oh my god. Ja, dat is wel leuk, dan laat ik een beetje mensen wat secrets op het schoolterrein zien en zo. Ga een beetje duelleren. Je bent trouwens al best wel dicht bij het einde van het spel, daar niet van. Kijk, die slang trouwens echt wel fucking half dood. Ik sta gewoon stil, ik doe niet eens de moeite om zijn moves te ontwijken, zo van bitch. Dat moet je eens een keer gaan proberen in hypermode. Dat is echt ziekelijk moeilijk op hypermode. Zeker ga maar meteen niet zo heel goed, want ik kan mijn spreuk allemaal niet volledig chargen! Oh nee. Poep. Je weet het sowieso, dus ik bedoel maar. Yeah, ik heb nu in zijn tweede stage van de boss fight, dat hij uit die putjes komt. Ik vind het op zich wel jammer dat deze race niet zo spannend was. Ja, ik heb de hele tijd achter gestaan. De hele tijd. Wat doet dat dwergding hier? Dat weet ik niet. Dwergding. Je kan nog winnen, Daniel, het kan nog! Ga je weg. Ik kan winnen. Technisch kan ik winnen. Als jij één dingetje vergeet te doen, dan kan ik winnen. En dat is? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik jou niet zeggen, Rick. Anders dan doe je het dadelijk ook en dan verlies ik. Daar wil ik heb je het over? Ja, is het net zoals met gym, als je estafette had lopen op de basisschool, dat iedereen moet zitten, anders win je niet? Wat? Heb je dat niet? Als je estafette had lopen met de klas in 5 en dan iedereen groepjes van 4 en dan estafette rennen. En als je dan als eerste groepje klaar bent, moet je allemaal gaan zitten, anders win je niet. Ik heb geen idee waar je het scheelt dat ik al zit, dus dat gebied. Ik ga een spreuk in je mond schieten. Oh, was het lekker? Was het lekker, meneer? Heb je hem al dood? Nee, nog nice niet. Nope. Hoe lang kan je er wel niet? Oh shit, ik word eigenlijk one-shot door alles. Dat is minder. Ja, zeg maar, dit ding doet best wel gemeen. Deze boss doet sowieso lang, ik heb geen idee waarom. Omdat het de laatste boss fight is, natuurlijk. Oh ja, nou, je moet iedere keer alleen raken als je zijn mond boven de grond steekt, geloof ik, of niet? Volgens mij kan je hem gewoon altijd raken, hoor. Oh, nee, hij zit nu alleen maar als hij zijn mond opent. Want ja, die spreuk gaat ook echt zijn mond in en zo. Ik vond in de film een awesome eindgevecht, zeg maar in de game vind ik het jammer. Ik vond het in de film een soort van antwoord. Ze hadden in de game ook een soort van achtervolgingselement, dat het ding achter je aan zit en dat je dan bijvoorbeeld gewoon wat flipendootjes en zo alle kanten op moest doen. Facepalm. Wat heb je nou weer gedaan, Dani? Jee, ik heb gewonnen! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, het kan nog, Daniel! 3, 2, 1! Jee, ik ben tweede geworden! Yeah! Dit is echt awesome, alles in de fik staat en je slang gaat echt op en neer als een ejaculerende penis. Maar is dat het laatste stuk? Maar volgens mij kan je daarna nog spelen, of niet? Ja, kan. Degene die wint... Is eigenlijk degene die... Ik verklap het nu, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar degene die wint is eigenlijk degene die... In de geheime kamer, in de grote zaal gaat.
die als eerste in de grote zaal gaat, die wint. Oké, nou, dan ga ik daar wel even heen. Ja, nee, dat is wat ik bedoelde. Omdat ik het niet gezegd heb, dan doe je het. Maar hij staat er ook best wel gaan naar de grote zaal, hoor. Ja, nee, precies, maar anders hadden we niet afgesproken wanneer het spel stopte. Dus dan zou ik zeggen, oh, ik heb gewonnen. Nee, ik moet de laatste dingetjes afmaken en dan naar de afdelingspuntenceremonie. Dus we moeten eens alle kaarten halen, denk ik. Precies, daar heb je helemaal geen rekening, Rick. Doe maar, even alle kaarten halen. Ik zal even kijken of ik er alsnog heen kan. Maar dan komen de aftitelingen, dat is gay. Ja, als je daarin is inderdaad aftiteling, dan is er niks meer. Je kan rustig aandoen, ik bedoel, maar ik ben nog niet eens bij dat stuk om weg te rennen. Ja, ik heb hem af. Oké, gefeliciteerd Rick, goed gespeeld. Ik heb wat minder gespeeld. Ik wil eventjes verder spelen ondertussen. Je mag hem afmaken. Ja, ik ga hem niet afmaken, wat is dat voor nut? Dat heeft nergens voor nut voor. Het heeft geen nut, Rick. Ik wil een random zwembadwedstrijd spelen, mag ik? Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Let's Race. Harry Potter. Abonneer op Daniel, links staat in de beschrijving. Like de video en tot volgende... Appeltaart. Hey!